De eerste etappe in 2 dagen. Ik heb hem weer gewonnen. Ik vond het best pittig. Ja. Ik was van mijn spieren in mijn nek. Of stijf. Maar het is hier werkelijk prachtig. Goed, hè? Ria, hij moet ons niet helemaal zijn kutse verjaardag zien, hè? Ja. Woensdag de 28e oktober en we zijn net klaar met het ontbijt. Annapurna Lodge en vandaag gaan we op weg naar Chile. Chile. Een tocht van tussen de 5 en 6 uur. Dat is goed te doen. Het ziet er goed uit, het is helder. Iedereen is gezond en wel. Zelfs Hilde. Ook Hilde. En we gaan er een leuke dag van maken. Heel mooi. Ja. Weer een dag.
Ziekenhuisje door die Japanners neergezet. Hier is mogelijk, hè? Vandaag, zaterdag de 31ste oktober. En vandaag is het de vierde dag dat we gaan lopen in Mustang. We lopen vandaag naar Charang. En het belooft een echt fantastische dag te worden. De zon schijnt en het is nu al heerlijk warm. Dus we zijn erg blij, want we hebben twee toch wel behoorlijk koude, natte dagen achter de rug. Nou, ik denk dat iedereen er zin in heeft. Heel leuk. Ik ook, ik heb lekker geslapen. Oké. En Johan? Wat is de vraag? Heb je er zin in? Ja, dit is een schitterende dag vandaag. Dus ja. We gaan er even weer lekker tegenaan. En, een strak blauwe lucht. Ja, het is een strak blauwe lucht hier. We zien nog een maantje boven de berg daar. En dat vliegtuig. Nou ja, Peter gaat precies voorstaan. Ik loop wel voorstaan. Dit is nog niet goed voor de zaak. Oké, have a good trip. Ja. Daar gaan onze dragers. Nadat de grote lama de demons had
gedood is ter ere daarvan deze grote muur aangelegd. En de Buddhisten komen hier om te praten? Ze doen. Oké. But actually they don't pray here, they will do in a monastery. Okay. You have seen in a monastery. Om Mani Padme Hum. Yes. Okay. And that means the six alphabet. It is mantra. I cannot translate in Nepali, okay. I cannot translate in English. Ja, natuurlijk. Dat is toch zeer schwer, geloof ik. Dus, camera? Kun je maar zo hoek zetten? Je drukt het pas. Kwamen die mensen van de andere kant? Nee? Ja. Oh ja. Steeds beter. Op welke stop zitten we nu, Hilde? Tsaranglaag. Tsaranglaag? Tsaranglaag. Oké. Okay. En hoe gaat het vandaag, lieverd? Goed? Ja? Ik heb heel goed geslapen. Volgens Peter wel heel goed gesneeuwd. Maar dat vond ik wel koud. Ja. Hey. Hallo, mister. Met deze film was. Nee, ik film dan met. Yes. Wel film. Okay. Can take picture. It's okay. Okay. Take picture. Yeah. Nee, picture no. No? No, no. Cycle 4. Gerard? Man, het is je verrekte cold in Nepal. Ach, wat verdacht is. Nee, zeg maar even. Het is vandaag 1 november zondag. We hebben een koude nacht gehad. Met een fantastische sterrenhemel. Toch? Ja, super. Heel erg mooi. En vandaag gaan we naar ons doel, Lomantang. En daar wacht ons een heel goed hotel, zegt Kachi. Ja, goed. Dat is nog afwachten. En de zon schijnt. En de zon schijnt. Dus ja. De moed zit erin. Oké. Okay. Thank you.
Lekker lopen. Lekker lopen. Ja, mooi lopen. Mooi lopen. Niet lekker. En hoe is het? Heigend. Lomanta. Heerlijk. Gehaald. Nog 50 meter naar beneden. En dan... Echt. Met een hoofdstraatje. Ja. Hoezo? Een goed hotel. Ja, maar dat hoort er natuurlijk ook bij, hè? Ja. Ik weet niet waar wij overnachten. Nou, de sjaal van Ria hebben we door binnen gescheurd. Het hangt nu bovenin. En wappert nog niet helemaal. De andere helft heeft ze nog om mijn nek. Nee, dat is dat nieuwe hotel. Dan drukt hier zich minder. Is er wat aan het masseren? Nou, ons hotel Lotus Holiday Inn in Lomantang aan de Hofstraat. Iedereen doet hier zijn was. Oké. Ja. Dan jullie nog wat door. En ik wilde al weg. Dit is ons hotel. Gerard had vandaag een topdag, zegt hij. Oh man, wat een topdag. Hè. Die benen die gingen, op een gegeven moment ging ik helemaal automatisch. Mijn ademhaling ook. Het was zo heerlijk. Ja, jouw benen ging... Weer een iets stijlstuk. Dan... Dat heb ik nog niet onder de knie. Nou, het is maandagochtend hier, hè? Het is maandag, 2 november. Lomantang. Een hele mooie zonnige dag in Lomantang, onze eerste vrije dag. En we gaan vandaag eens niet wandelen, maar we gaan het heel luxe doen. Met z'n achten opeengepropt in een jeepje. Een batas. En dan gaan we naar de Chinese grens rijden eerst. Gewoon voor het idee dat we even met de grens met Tibet, moet ik eigenlijk zeggen, zijn. En nou, daarna rijden we weer terug langs die weg. Dat is een weg die door de Chinezen is aangelegd, volgens mij ook. En dan maken we nog een rondje langs nou, allerlei bijzonderheden, zoals een grot waar ooit mensen hebben gewoond en wat kompa's. Dus het wordt een relaxed dagje. Goed zo, we gaan eraan beginnen. We gaan eraan beginnen. Goed zo. Ja. Dit wordt wel een experiment, zeg. Als sardinen in een blikje. Ah, het is wel een Nepalese manier van. Gaan wij naar de Chinese grens. We gaan zo. Ik weet niet, dit experiment heb ik nog nooit gedaan. Maar...
Ga je maar zo doen? Wat? Wat dan? Deze is wat. Ja, al die kleurtjes er. Nee, het is, een vrij kleine groep. Maar als we eruit gaan, dan komen we er dan. Nee. Oh, dan hebben we een look. Laat maar eens kun je een foto maken. Nee. Ja. Wat je mist, joh. Ja, ik vind ze toch zo leuk als ze ja. steeds zien. Ja. Ik must een custom van Andorra. Kan er ook zo'n vervolgvaart boekje tevoorschijn.